bij het Leiden Marathonjournaal met Anne Haasnoot. Hi, welkom bij het Leiden Marathonjournaal. Ook in deze derde aflevering praten we je bij over alles wat er gebeurt op het Marathonbureau en wat jij moet weten over het weekend van 11 en 12 mei. Rotterdam is geweest. Wat een prachtig loopfeest was dat. Nu is het onze beurt. Wij zijn hard aan het werk om een prachtig evenement neer te zetten. En we hebben direct iets leuks te melden, want de startnummers zijn binnen. De grote, goed gevulde dozen kwamen deze week aan op het Marathonbureau. Medewerkers Anouska en Mok hebben ze gesorteerd op nummer en afstand. Een grote groep vrijwilligers doet ze vervolgens in enveloppen klaar om te verzenden. Heb jij aangegeven dat je je startnummer thuis wilt ontvangen? Dan zal deze binnenkort bij jou op de deurmat liggen. En dan schakelen we nu over naar Mok op het Marathonbureau. Mok, er wordt hard gewerkt om de startnummers klaar te maken voor verzending. Liggen jullie nu op schema? Zeker, Anne. We liggen echt op schema. Het gaat hartstikke goed. Het zijn er wel 1000 meer dan vorig jaar. Maar de mensen achter ons, keihard aan het werk. Om hoeveel startnummers gaat het eigenlijk? Voor het wandelen 198 en voor het hardlopen 3200. Kan je misschien eentje laten zien? Kijk eens, Filip. Jij bent ingepakt. Dat is best wel een flinke klus, maar wel leuk werk, denk ik. Ja, de sfeer is hartstikke leuk. Het zijn allemaal vrijwilligers en we zitten hier gewoon met z'n allen met veel plezier. Dus het is hartstikke goed. En hoe zit dat met alle andere nummers? Ja, dat zijn er bijna 14.000. Maar die worden volgende week ingepakt en dat is echt voor het afhalen startnummers. Dankjewel, Mok, vanaf het Marathonbureau. Nog meer leuk nieuws. Ook dit jaar rijden de elliptico's weer vooraan bij de halve en de hele marathon. Je hebt ze vast wel eens gezien. Dit toestel simuleert hardlopen, maar dan zonder impact op spieren en gewrichten. Ideaal wanneer je geblesseerd bent en toch wilt trainen. De laatste jaren gaan de elliptico's voorop bij de Leiden Marathon. Dit is het moment dat je weet, de hardlopers komen eraan. Ook aandacht voor de Leiden Marathon wandelen. Op zaterdag 11 mei kun je weer meedoen op de 10 kilometer, 21 kilometer of 42 kilometer. De routes zijn grotendeels hetzelfde als bij het hardlopen. We hebben extra aandacht besteed aan onze chillplekken. Je kunt hier iets lekkers krijgen en nog meer vermaak verwachten. Kortom, het wordt een heerlijk wandelfeestje. Wil je meedoen? Schrijf je dan in via marathon.nl. Mathieu, het wilde nog niet erg lukken met het loopweer presenteren. Vandaag een nieuwe poging? Ja, deze keer gaat het helemaal goed komen. Ik zit namelijk in het kantoor van onze race-directeur Tjeerd Scheffer. Sterker nog, ik zit op zijn stoel aan zijn bureau, dus een veiligere plek is er niet. Dat is goed nieuws. Vertel, wat gaat het loopweer worden komende week? Nou, komende week... Wat is dit nou weer, joh? Zit je nou weer te leuteren over dat weer? Man, het is nog 3 weken. Kom op, ga je werk, man. Nou, dan doe ik het maar. Volgende week wordt het goed loopweer, denk ik. Dus ga lekker hardlopen of wandelen. En heb je je nog niet ingeschreven? Doe het dan alsnog op marathon.nl. Tot volgende week! Dit was het Leiden Marathonjournaal met Anne Haasnoot.